Hoi, we gaan weer aan de slag in ons Wreck This Journal. Tenminste, in mijn Wreck This Journal. Vandaag is een combinatie van pagina's. Ik moest een klein beetje voorwerk doen, want sommige pagina's kunnen gewoon nu even niet. Dan moet ik voor naar buiten. En ik vind prima als het regent en stormt, maar niet met windkracht heel veel. Dus ik heb even wat pagina's moeten skippen die gewoon op dit moment nog niet kunnen. Die komen later in de serie wel. Vandaag ga ik pagina's doen waar een roze streepje bij mij door staat. Dat betekent dat veel mensen die pagina graag willen zien. Pagina 26 is onder andere door Vicky aangeraden om te gaan doen. En Nancy en nog een aantal anderen noemden pagina 63. Dus die pagina's gaan we doen. We gaan beginnen bij bladzijde 27. Dus kijk je mee? Oké, lijm niet of plak deze pagina's aan elkaar vast. Waarom niet allemaal, denk ik dan? Ik heb een nietmachine. Ik heb plakband. Dat gaan we even uit de la halen. En ik heb lijm. Dan gaan we toch gewoon de pagina in drie stukken doen en dan alle drie de dingen verschillend. Waarom of niet? Oké. Ja, dat kan wel aan elkaar vast. Dat maakt niet uit. Ja, deze ga je aan vastmaken. Goed, ik ga hem gewoon in stukken knippen. En dan ga ik elk stuk op zijn eigen manier doen. Ik knip hier wel eventjes over de tekst heen. Dat ik weet om de tekst heen. Dat ik weet wat er staat. Zo. Nou, laten we eens beginnen met een nietje. Maar dan niet één nietje natuurlijk, hè. We gaan hem gewoon helemaal dicht knieten. Tada, 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 nietjes. Komt er maar. Zoveel mogelijk nietjes moeten er dan ook in, vind ik. Totdat ze op zijn. Oké. Zou het leuk zijn als ik hierbij kon komen, maar dat gaat niet lukken, hè. Dus dat laten we maar even zo dan. Nou, dan maar lijm erop. Het is wel een makkelijke, jongens. Hoppa, dichtgeplakt. En wat dacht je van deze? Zegt u maar gedag. Tegen pagina 27. Even wat licht erbij, want het wordt ineens buiten heel donker. Dus ik gok dat er weer een regenbui of zo aankomt. Want ik kan het niet zo goed meer in beeld brengen. Dus ik moet even zien hoe ik dat ga oplossen. Ik ben er zo weer. Maar goed, pagina 27 zit dus aan elkaar vast. En dan gingen we naar bladzijde 63. Even goed zo doen. Maak een paper chain. Oftewel uitknippen en aan elkaar maken. Nou, dan laat ik die maar even liggen. Ik denk dat ik hem dan hier maar ga plakken. Wat moet er op de vorige bladzijde? Even spieken, jongens. Oké. Ja, ik ga hem dan hier aan vastplakken dan maar. Dat moet lukken. Ja. We gaan eventjes knippen. Dit boek laat je echt allerlei dingen doen die je niet in je hoofd zou halen als je ook maar een beetje liefhebber van boeken bent. En dat is nou best ook wel weer grappig, zeg maar, dat je dan toch wel, nou ja, buiten de gebaande boxjes denkt. Het is echt een out-of-the-box boek. En dat is denk ik ook het succes van de Wreck This Journals. Want dit is het jubileumnummer in kleur.
Maar ik heb 10 jaar terug er dus ook al een gedaan. En ik heb het idee dat hij nog wel ergens is, maar ik weet niet meer waar. Maar goed, we gaan nu gewoon een papieren ketting maken. En die plak ik dan hier gewoon in. En dan moet hij maar plat in het boek. Dat hoort er natuurlijk in. Ik ga me wel zodanig inleggen dat ik hem wel aan de kant kan leggen, zeg maar. Dus ik maak hem hier vast, dat hij er ook weer los kan. Oké, dit was deel 1 knipwerk. Ik leg even deze iets aan de kant. Dat is denk ik net even makkelijker. Dan gaan we ze allemaal door midden knippen. En dan gaan we ze aan elkaar maken. Ik doe dat maar even met deze. Je kunt ook met een nietje doen, maar dat is net even te klein voor, denk ik. Kijk, en deze is weer heel dik. Zo grappig. Sommige zijn heel dun, sommige zijn heel dik. Nou, gaan we maar beginnen met een paarse. Kijk, en dan doe ik gewoon elke keer aan het einde een beetje lijn. Dat is 1. Jullie hebben vast allemaal wel eens zo'n ketting gemaakt, toch? Dit zijn van die dingen die doe je eigenlijk op de basisschool volgens mij. Misschien ook wel eens met kerst dat je zo'n ding hebt. Ik moet even het licht iets bijstellen, want nu wordt hij wel heel enthousiast licht. Dit werkt wel goed met die lijm zo. Plop, plop. Ah, de paginanummering 63. Oh, en 64. Ja, dat krijg je. Daar is 63. Ik doe het gewoon een beetje random aan elkaar vast hoor. Maar het is, ik vind het wel weer een uitdaging zoiets. Dit. Niet vastplakken alsjeblieft. Tadaa. Niet vastplakken. Je mag pas vastplakken als ik dat zeg. Oh, dat is ook blauw. Dat vind ik dan niet leuk. En een gele. Een groene, een blauwe. Zo. Het werkt wel handig als ik een paar meer met een lijmpje maak. Alvast. Blauwe. En als je denkt, waarom heb je die niet netjes geknipt? Nou, omdat dat niet hoeft. Dat vind ik leuk juist. Laten we eens met deze beginnen dan. En voor wie het nog nooit gedaan heeft, het is eigenlijk heel simpel. Je maakt rondjes in rondjes. De cursus creatief met kurk, zeg maar. Nou, dat was iets anders. Dat was van Theo en Thea. Tenminste, van Arjan Ederveen en Tosca nog iets. Maar dat is al van lang geleden. Oké, de laatste eventjes. Beetje zo. Lijmpje erop. En dan moet ik hem zo meteen nog in dat boek zien te verrotten. Je moet straks niet vergeten om het schoon te maken. Anders plakt het dus allemaal vast aan je dingen. En dat wil je niet. Nou, inmiddels is het een best grote ketting geworden. Kijk. Blauw.
paars maar even. Of ook donkerblauw is het. Groen en de laatste is roze. Oké. Okay. Nu hebben we dus een paper chain. En die moet dus eigenlijk hier gewoon in kunnen. Maar hij moet ook weer even uitgeklapt kunnen worden. Dus ik ga deze zo vastplakken. Dan kan ik wel het boek dicht slaan. Maar kan ik hem even goed er ook nog weer uitvissen. Dus ik maak hem hier vast. Oh, deze zat al een beetje vast. En ik maak hem hier vast. Ja, en nu komt het grappige deel. We gaan hem nu dicht slaan. En dan is de paper chain geen paper chain meer. Maar wel grappig, denk ik. 1, 2. Zo, dan komt er iemand kijken wat ik aan het doen ben. Oké. Okay. Het heeft gewerkt. Kijk, en ik kan hem nu wel, als ik nog iets moet doen op een pagina, wel naar achteren leggen, zonder dat je er dus, zeg maar, last van hebt dat hij ertussen zit. Haha. Maar, dit waren dus bladzijden 63 en 64 stiekem. En bladzijde, wat hadden we ook alweer gedaan? Deze. 27. Die moesten we vastplakken. Ik vond het weer heel leuk om te doen. Oh ja, nou zie je, ik had nog wat verf aan mijn vinger. Ja, dat gebeurt, dat hoort erbij. Maar twee leuke pagina's dus. Ik vind deze wel echt heel leuk geworden ook. En hij geeft hierop af. Dat is ook wel heel grappig. Maar goed, we gaan hem dicht doen. Kijk, dan kun je zien. Je hoeft niet te vragen waar die pagina zit, zeg maar. Dat gebeurt wel vanzelf. Als ik dat nou een klein beetje recht buig, zo, dan zitten ze een beetje gelijk. Nou ja, inmiddels, dit gaat steeds verder stuk. Ik ben benieuwd hoe lang je het nog houdt. Jongen, jongen. Nou, dat dicht niet en plakken en lijmen was natuurlijk heel eenvoudig. Maar ik vind dit wel zo heel erg leuk. Er zit nu gewoon een ketting in mijn boek. Ja, het vermaakt je. Ik hoop dat jij deze pagina ook in je boekje hebt staan. En dat je hetzelfde gaat doen. Laat even zien wat jij ermee bedacht hebt. Misschien heb jij hem wel opgehangen in je huis. Dat kan natuurlijk ook. In elk geval vond ik het weer heel erg leuk om deze Rack This Journal te maken. Volgende maand zijn er natuurlijk weer Rack This Journal video's. Ik kan wel even spieken hoeveel. Dan moet ik even mijn bullet journal opsnorren. Oh, die ligt hier. Want dat kan ik daarin zien. Want daar heb ik een planning in gemaakt natuurlijk. Even kijken. Maart. April is dat. Eind april komt er weer eentje. 16 april. Dus deze maand heb je wat meer bullet journal video's. Of de komende maand heb je 4 bullet journal video's en 1 Rack This Journal. En deze maand had je 2 Rack This Journal video's. Mocht je de vorige nou nog niet gezien hebben, die kun je terugkijken in de playlist van Rack This Journal. Dan kun je zien wat ik allemaal met mijn boek heb uitgespookt. En hoe het kan dat de achterkant van dit boek al helemaal stuk is. Ik zie je heel graag terug morgen in een nieuwe video. Dankjewel voor het kijken naar deze. Ik wens jou een hele fijne dag toe. Zie je heel graag terug morgen om 6:15. En kijk deze video 's avonds dan natuurlijk alvast. Slaap lekker. Morgen hele mooie dromen. En tot morgen. Dag.